Goedendag en welkom. Als tweede grote thema in onze verkiezingsreeks kijken we naar migratie. De Belgische arbeidsmarkt kampt met krapte en vergrijzing. Kan legale arbeidsmigratie een oplossing zijn? En is er sprake van een migratiecrisis? We vragen het aan migratiespecialist professor Leo Lucasse van de Universiteit van Leiden en auteur van Vijf Eeuwen Migratie. Dag meneer Lucasse, welkom. Ik zei het al in de intro, binnenkort zijn er verkiezingen in België. Migratie is een bijzonder groot thema. Tijdens die verkiezingen, was dat eh, tijdens de laatste Nederlandse verkiezingen was dat ook het geval? Ja, en, en ook al de voorlaatste, eigenlijk al sinds het begin van deze eeuw. Zie je dat bijna alle verkiezingen uh, deels of geheel in het thema staan van nou, wat vaak dan in alarmistische zin wordt uh, uitgedrukt als massa-immigratie. En dat zou dus de Nederlandse samenleving bedreigen. Dat, dat frame is, is heel dominant. Ja. Laten we misschien even kijken naar uh, wat de grootste partij in Vlaanderen, in VA en in België, te zeggen heeft over de situatie ja. over migratie vandaag uh, de dag. Okay. Vindt u ook dat er op dit moment sprake is van een migratiecrisis? Ja, natuurlijk is er een migratiecrisis, maar is in Brussel-Noord wat beelden gaan, gaan schieten. Of in Zeebrugge. Er is een crisis. Er zijn de laatste tien jaar zes miljoen illegale migranten binnengekomen in Europa. Zes miljoen, twee derde heeft geen asiel gekregen, één derde heeft asiel gekregen en heeft dus verblijfsrecht. Twee derde moet terug, maar gaat niet terug. Ja, als je dat geen crisis noemt, dan weet ik niet wat je een crisis noemt. Ja, bent u het eens met meneer Franke? Is er sprake van een migratiecrisis? Nee, volgens mij niet. Het aan eraan wat je een crisis wil noemen. Maar als je gaat kijken naar hoe migratie functioneert binnen Europa, maar ook over mensen die van buiten Europa uh, naar de EU komen, dan denk ik niet dat je kunt spreken van, van een migratiecrisis. Kijk, we hebben natuurlijk gezien dat in 2015 natuurlijk een heel groot aantal mensen asiel hebben aangevraagd in... Uh, lidstaten van de EU en dat had direct te maken met de, ja, met de burgeroorlog in Syrië uh, en ook nog wel enigszins in Afghanistan um, uh, en in Irak. Uh, die aantallen zijn sindsdien weer enorm afgenomen. Uh, deze mensen zijn voor een deel erkend als, als vluchtelingen en, en opgenomen door vooral landen als Duitsland en Zweden, maar ook wel Nederland en, en België. Dat zijn aantallen die Europa met 500 miljoen inwoners gemakkelijk aan kan. Dus ik denk dat het erg overdreven is om hier over een crisis te spreken, waar, je wel, waar, wel, waar ik wel een crisis zie, is laat ik zeggen, op Europees politiek niveau hoe om te gaan met dit soort van migraties. Ja. Maar eh, volgens de VN zouden er tegen 2060 55 miljoen vluchtelingen en migranten komen naar Europa, ja, dat is toch wel een aanzienlijk pak. Ja, als dat zo is. Maar goed, wij kunnen niet in de toekomst kijken... en dit soort voorspellingen zijn uitermate uh, onzeker. Ik bedoel, daar valt er eigenlijk helemaal niks over te zeggen. We hebben de, de crisis van, laat ik zeggen, of laat ik zeggen de, de enorme aantallen migranten uit Syrië. Je hebt ook niemand aanzien komen. Dat, dat is ineens geëxplodeerd, zeg maar, in 2014. Dus, uh, laat ik zeggen, als het gaat om vluchtelingen... wat natuurlijk maar een deel, en eigenlijk een klein deel, van de totale migratie is... Ja, daar valt eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen hoe, wanneer dat gebeurt en of die mensen ook de, de plekken verlaten hè, waar die vluchtelingen situaties zich gaan voordoen. Dus dat zijn laat ik zeggen, voorspellingen waar ik als wetenschapper bijzonder weinig waarde aan hecht. Ja, want u zegt ook, een groot deel van bijvoorbeeld Afrikanen die eh, van het zuiden naar het noorden van het continent reizen, noord, eh, noorden van Afrika, die willen eigenlijk niet eens naar Europa komen. Nou ja, dat blijkt uit onderzoek. Kijk, verreweg, er, er is heel veel migratie binnen Europa en ook binnen andere eh, werelddelen. Nou, kijken naar Afrika. Uh, en natuurlijk zijn tientallen miljoenen uh, mensen die daar migreren, meestal ook gewoon om werk te vinden, uh, om hun leven te verbeteren, verreweg de meeste doen dat binnen hun land of binnen de regio. En maar een heel klein gedeelte, en dat is een vrij stabiel aantal, uh, uh, probeert uh, om naar Europa te komen. Nou, een deel daarvan komt hier ook gewoon met een visum en een paspoort, omdat ze uh, uh, door de ambassades van EU-lidstaten als. Uh, 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 laat ik zeggen, oké okay, worden bevonden om hier naartoe te gaan. Ze zijn vaak wat hoger opgeleide, wat rijkere Afrikanen. En een, en een deel uh, probeert dat, omdat ze geen visum krijgen, um, uh, via laat ik zeggen, mensen-smokkelaars, via de bootjes op de Middellandse Zee. Nou, ga je kijken naar bijvoorbeeld de aantallen het um, um, aantal Afrikanen die asiel aanvragen in een Europese lidstaat in de afgelopen. 30 jaar dan zie je dat die aantallen eigenlijk vrij stabiel schommelen tussen de 150 en de 200.000 tussen de 100 en 200.000 per jaar. Dat is geen reeks die oploopt, dat, gaat, dat kabbelt wat heen en weer. Dat zijn hele kleine aantallen. Dat, als je net afzet tegen de bevolking van Sub-Sahara-Afrika, heb je het over 0,02 procent. Verreweg de meeste Afrikanen blijven binnen Afrika. En zelfs degenen die van Sub-Sahara-Afrika, dat West-Afrika met name, he, via Mali, Mali de, he, door de Sahara naar Noord-Afrika gaan, uh, en de lange tijd is Libië een aantrekkelijk bestemming geweest. Vanwege de olieindustrie. Um, acht van de tien hebben geen enkel, idee, geen enkel plan om verder te reizen naar Europa. Die, die willen alleen maar een maand in bin, binnen Noord-Afrika zoeken. Dus dat idee van miljoenen Afrikanen die op het punt staan hier naartoe te komen, ja, wordt niet door onderzoek bevestigd. Intussen ja. dus is er uh, op de Belgische arbeidsmarkt krapte, ook op de Vlaamse. Daar staan 50.000 vacatures die niet ingevuld raken. De VDAB-topman, um, dat, uh, dat is een. een Dienst voor Werkgelegenheid die zegt als we zo doordoen zijn er te tegen 2030 een half miljoen niet ingevulde vacatures. Bepaalde werkgeversorganisaties zoals Voka West-Vlaanderen pleiten voor een legale arbeidsmigratie van lage en ook andere werkgeversorganisaties zoals Agoria. Laten we misschien eventjes luisteren naar wat zij daarover zeggen. Ja. In de technologische sector zijn er vandaag 15.000 vacatures en dus wij roepen de komende regering op om die vacatures ook voor een deel te vullen met mensen uit het buitenland, binnen Europa of buiten Europa. Maar met een aantal voldoening aan een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld snellere vergunningen om hier tijdelijk te werken of permanent te werken en te verblijven, maar ook een betere erkenning van diploma's. Ja, is dat een goed idee? Legale arbeidsmigratie voor laaggescholden? Nou, hij heeft het over hoger gescholden in dit, in dit filmpje. Um, uh, en dat is iets wat we al uh, lang hebben. Hè? Dat alle EU-lidstaten hebben regelingen waarbij mensen een visum kunnen krijgen om hier naartoe te komen als ze, uh, laat ik zeggen, een baan kunnen krijgen. Met name in de wat hogere echelons van de arbeidsmarkt. Dus dat is een, een systeem wat, wat al lang bestaat en waar, ook, uh, waar bedrijven ook uitgebreid... Uh, uh, gebruik van maken. Dus dat is niks nieuws. Je kunt er het over hebben of je het nog makkelijker, of uh, laat ik zeggen, uh, wil maken. Maar op zichzelf bestaat die, die mogelijkheid. En dan gaat het ja, met name om. mensen... Vlaanderen pleit voor migratie van lage scholen. Ja, en als het dan, laat ik zeggen, ook hier is weer een voorspelling voor 2030. Ja, dat geldt een beetje. Ook hier geldt een beetje hetzelfde voor. Dat is toch ook wel weer lastig om uh, te voorspellen hoe de arbeidsmarkt er over tien jaar uit zal zien. Ehm, um, uh, dus kan dan. Misschien zitten we alweer in een economische crisis op dat moment. Of zal door robotisering het aantal banen la voor laaggescholden zijn afgenomen. Dat is nog lastig, dat is een beetje koffiedik kijken. Um, uh, als het gaat om, laat ik zeggen, arbeidsmigratie. voor de laag en de lage echelons van de arbeidsmarkt. nou ja, ook daar is natuurlijk binnen Europa. is er vrijheid van migratie. En je ziet dat een deel van de vraag. Binnen Nederland, binnen België, andere West-Europese landen, voor arbeid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Die wordt voor een deel al, laat ik zeggen, opgelost door arbeidsmigratie uit landen als Polen, Roemenië en Bulgarije. Ja, maar u doet een, in uw voorstel over migratie gaat het om circulaire migratie. Wat bedoelt u dan daarmee? Uh, overigens zijn dit vaak circulaire patronen. Hè? Dus, dus, die, dus ook binnen Europa, waar iedereen vrij is om te, om te gaan en staan, men willen ook vrij om, uh, om werk uh, te zoeken in een andere EU-lidstaat. Voor een heel groot deel zijn dat circulaire patronen ja, die, maar u, die je u, u daar ziet. Dat het ook voor buiten Europa. Ja, nou ja, dat, dat was meer een idee wat samenhing met een boek wat ik met uh, Henk van Houtem heb geschreven, dat heet voorbij vocht Europa. En dat was, laat ik zeggen, tijdens de wat dan heette de vluchtelingencrisis. Waarbij wij constateerden dat uh, uh, Europa voor mensen die, uh, laat ik zeggen, geen visum krijgen omdat ze hoog opgeleid of rijk zijn, uh, er eigenlijk maar één loket is uh, uh, en dat is het asiel loket. Ja. Dus de Europa is eigenlijk een heel bijzonder continent omdat het, de, laat ik zeggen, binnen uh, de, de eigen ruimte migratie volkomen vrij is. Maar aan de andere kant, als het gaat om mensen die van buiten willen komen, um, eigenlijk de muren heel erg hoog heeft opgetrokken. Nou, het, het gevolg is dat mensen die uh, in Europa willen werken uh, uh, in in meer de lagere echelons van de arbeidsmarkt, dat die bijna gedwongen zijn om hier uh, op een, op een niet-legale manier uh, naar Europa te gaan. En vaak enorme risico's moeten nemen, enorm veel geld moeten betalen aan, uh, aan mensensmokkelaars. Uh, uh, dus even los van de mensen die echt vluchten voor, voor, hun, uh, voor hun leven. Uh, uh, is er ook een deel van de mensen die met, nu met de bootjes komen, die, en dat is verder begrijpelijk, die hopen hier vooral geld te verdienen. Vooral voor hun families die achter zijn gebleven. Alleen die mensen maken het natuurlijk enorm moeilijk om um, um hier te komen. Um, en, en bovendien, omdat ze totaal geen legale status krijgen, zie je dat een groot deel van hen hier wel heel veel en hard werkt. Alleen ja, in een volkomen um, illegale uh, en zwarte arbeidsmarkt. Met name in landen als Italië, waar de maffia in feite be bepaalt dat je maar één of twee euro per uur verdient. Deze mensen, als het ze eenmaal lukt om in Europa te komen. Um, omdat ze zoveel hebben geïnvesteerd en ook hun leven hebben gewaagd. Ja, het laatste wat ze zullen doen. is natuurlijk. is weer teruggaan. Ook al zouden daar goede argumenten voor zijn. Misschien vinden ze wel geen baan. En, en, uh, uh, maar ja, dan. Uh, is, is, hebben ze al zoveel geïnvesteerd. dat eigenlijk teruggaan. voor heel veel van deze mensen geen optie meer is. Dus wij, dus in dat boek. zeggen wij. Nou, ga nou eens nadenken. of, of er mogelijkheden zijn. om mensen wel toegang uh, te bieden. en dat ze ook weer terug kunnen gaan. zonder dat ze. Uh, uh, ...laat ik zeggen, uh, daar alles voor op hoeven te geven. En misschien ook denken, nou, misschien is, is, is er nu geen werk, maar misschien het volgende jaar wel. Uh, en dit soort van circulaire migraties bestonden er eigenlijk al voor ongeveer het begin van de jaren negentig. Er kwamen bijvoorbeeld heel veel mensen uit Noord-Afrika in Spanje werken toen daar nog een enorme boom in de, in de bouw was. Nou, daar zie je, die mensen wisten dat ze vrij in en uit konden gaan en daar zie je allerlei circulaire patronen traden daarop... Um, en was het dus niet dat mensen dachten: ik moet hier per se blijven, want anders kom ik er nooit meer in. Dus, dus nogmaals, dit zijn geen eenvoudige kwesties, maar ik denk wel dat er veel goede argumenten zijn om eens na te gaan denken of je, als het gaat om segmenten van de arbeidsmarkt waar binnen Europa echt heel moeilijk mensen te krijgen zijn, um, uh, om die ook deels open te stellen voor mensen buiten Europa. Eén voorwaarde daarbij is wel dat je die arbeidsmarkt dan veel beter gaat controleren. En dus niet, laat ik zeggen, overlaat aan de maffia's uh, uh, van, uh, uh, van de diverse landen. Uh, die daar nu de, een, een, een ijzeren greep op hebben. Want dan leidt het alleen maar tot enorme uitbuiting. Ja. Pleit u dan voor open grenzen? Of waar ligt het verschil? Nee, niet per se open grenzen. Maar wel, uh, laat ik zeggen, ademende grenzen uh, zou je het kunnen noemen. Uh, uh, en, en mogelijkheden om, laat ik zeggen, waar. Uh, ...het zowel in het voordeel is van de mensen die hier geld willen komen verdienen... ...als van Europese landen zelf... Um, ...dat er een, een grotere openheid is om, om hier te kunnen werken. Ja. Zou het dus een, een oplossing zijn voor die krapte op de arbeidsmarkt... ...een humaner manier om Europa binnen te komen... ...en ook een oplossing voor de vergrijzing? Ja, vergrijzing los je niet op door immigratie. Ik daarvoor, dan heb je, er, heb, heb je krankzinnige uh, aantallen nodig. Ik dat is iets, die vergrijzing is er en die... Die, op een gegeven moment is die ook weer voorbij. Hè. We hebben nu natuurlijk een enorme klont, hè. Die waar ik ook toe behoor. Hè. Ik, ben, ik word 60 dit jaar. Ja, die, die is er en ja, op een gegeven moment zijn wij dood en dan zul je weer een wat normaler patroon hebben. Die vergrijzen kun je niet door migratie tegenhouden. Maar als het ga, waar het natuurlijk om gaat is of je uh, met name laat ik zeggen, voldoende mensen hebt om de arbeidsmarkt die er in Europa is. En zowel laag, middel als hoog. Um, uh, omdat daar voldoende werkkrachten voor zijn. Ja. Waarin verschilt uw voorstel dan van het uh, concept van de gastarbeider uit de jaren 60 en 70, wat toch wel volgens sommigen ja, niet zo goed uh, gelopen is? Ja, nou ja het, het concept van de gastarbeider, daar zie je eigenlijk een, een, een twee verschillende patronen. Kijk, je als je de, kijkt naar de gastarbeiders die uit Zuid-Europa, bijvoorbeeld landen als Spanje, Italië, Griekenland, uh, die gastarbeiders, die, daar is het eigenlijk mee. Het hè, is daarmee begonnen, met, met deze landen. Later is dat uitgebreid naar Turkije en naar Marokko en Tunesië ook nog wel. Uh, het grote verschil is dat toen eenmaal in midden jaren 70 of 273 met de oliecrisis, toen. Uh, alle regeringen hebben gezegd: uh, nu is het afgelopen, hè? we houden op met de werven, uh, de grenzen gaan dicht. Uh, uh, dan zie je iets heel bijzonders gebeuren bij Italianen, Spanjaarden en Grieken. En zeker Italianen die toch al toen al vrijheid van migratie hadden. Die konden in en uit. Daar, zie je, uh, eigenlijk, daar blijven die aantallen ongeveer gelijk, of zelfs nemen ze uh, wat af, ook omdat de. Het economie later in Italië wat aantrekt, maar juist bij mensen uit Turkije en Marokko zie je de aantallen dan binnen vijf jaar enorm toenemen omdat door, ze vrees de, door de gezinsmigratie. Ja. En dat is schrikken om nooit meer terug te kunnen. Ja, omdat zij natuurlijk toen realiseerden dat alles wat ze hadden opgebouwd aan rechten, zowel recht om hier te zijn als sociale rechten, wat allemaal premies voor hadden betaald, dat ze die allemaal zouden opgeven als ze terug zouden gaan. Want dan zouden ze de deur. Gesloten vinden. Dus kortom, de, het, er is een, de, de, de mededeling De grenzen gaan dicht heeft een heel averechts en ook onbedoeld effect gehad van eh, tamelijk grote eh, volgmigratie van gezinsleden. En dat is, eh, dus als het gaat om, eh, eh, om die effecten, daarvan kan ik me goed voorstellen dat politici zeggen dat willen we niet opnieuw. Dus moet je, gaan na, moet je gaan nadenken, waardoor kwam dat eigenlijk? Nou, ik denk dat er dus twee uh, belangrijke punten zijn. Eén is die, uh, als je nu, uh, laat ik zeggen, als je wil, stel dat je wil voorkomen dat circulaire migratie leidt tot een enorme volgmigratie op enigerlei moment... Ja, dan moet je eigenlijk juist de grens ook open houden voor deze mensen. Zodat ze, laat ik zeggen, dat niet weer dat, dat idee van hè, de, de deur gaat dicht en, en nu zijn wij alles weer kwijt, dat je dat eigenlijk voorkomt. Want dat is de belangrijkste reden eigenlijk voor de. Uh, familieherenigingsmigratie vanuit Turkije en Marokko eind jaren 70, begin jaren 80. En dat is eigenlijk een systeem wat we binnen Europa nu ook hebben. Hè. Dus je ziet mensen uit Polen die, uh, die komen in grote getalen, als hier ook veel vraag naar arbeid uh, voor hen is. Maar die zullen ook weer weggaan. Uh, en daar zijn allerlei voorbeelden van in Ierland, waar heel veel honderdduizenden Polen tot 2008 hè, de financiële crisis. Um, en toen laat ik zeggen, de, de Ierse economie toen in een dip uh, geraakt is, en bijna al die polen weer verdwenen. Want ja, uh, uh, je moet wel werk hebben om laat ik zeggen, in zo'n duur West-Europees land te kunnen zijn. En ze wisten dat, nou, stel, de Ierse economie trekt weer aan over een paar jaar, dan kunnen we er gewoon weer naartoe. Dus laat ik zeggen, dat leereffect zou je kunnen zeggen, um, uh, dat is er heel duidelijk. En je ziet eigenlijk dat. Die in, intern Europese migratie, dat die veel meer, laat ik zeggen, meeademt met de arbeidsmarkt dan het gastarbeidersysteem uit de jaren 50, 60 en 70. Ja, maar in uw voorstel, dus het voorstel om legale arbeidsmigratie toe te laten van laaggescholden. Hoe kunnen we voorkomen dat het sociale welvaartsstaat dat die niet is, Want dat is wel het argument van tegenstanders. Ja, zeker. Nou ja, ook, dat, ook daarvoor kun je weer kijken naar hoe we het binnen Europa nu hebben geregeld. En dat is dat mensen natuurlijk hun rechten gradueel, stapgewijs bouw je sociale rechten op. Je moet eerst werken en je moet ook nog, laat ik zeggen, een hele tijd werken voordat je überhaupt enig recht op een uitkering hebt. En uh, en dan nog, als je, een, als je een half jaar of een jaar hebt gewerkt en je wordt dan werkloos, ja, dan krijg je een uitkering, maar daar heb je dan ook premies voor betaald. Maar Die uitkering is natuurlijk niet erg lang en ook niet erg hoog. Dus kortom, uh, op die manier kun je voorkomen dat laat ik zeggen, het sociale systeem zelf implodeert. En dat werkt eigenlijk heel erg goed. Ja. Laten we even terugkeren naar Theo Franken, omdat hij nog altijd een grote partij zijn van, uh, van België, ook uh, in de recente peilingen. Um, hij. En de NVA is voor het Canadese model, waarbij dus alleen hoogopgeleide makkelijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt en middelopgeleide dan tot knelpuntberoepen, beroepen, Lage scholen, dat systeem niet zitten. Laten we even kijken wat hij daarover zegt. Voor de lage school, de arbeidsmigratie, zoals VOCA West-Vlaanderen ook zegt, ja, daar moet een nieuw kanaal open gaan. Daar ben ik heel terughoudend, omdat we dat hebben gedaan in de jaren 50 en 60. Eh, daar zitten we nu met derde, vierde generatie nog altijd heel wat problemen op vlak van uh, samenleven. Dat mag toch ook eens gezegd zijn. Heel veel goede, mooie voorbeelden, maar er zijn toch nog altijd veel problemen ook. Uh, dus dat opnieuw gaan openen. dat zie ik niet zitten. Zeker niet als je weet dat wij tienduizenden vluchtelingen, erkende vluchtelingen, Syriërs, Irakezen, Afghanen op ons grondgebied hebben die nog altijd geen werk hebben. Dus ik vind persoonlijk dat de werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen en eerst daar naar kijken om die mensen aan de slag te helpen en uh, aan de slag te zetten. En uh, dan moeten de, de overheid zijn verantwoordelijkheid nemen door ze uh, goed bij het vlak van Nederlandse taal. En attitude, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar uh, werkgevers die zeggen we gaan ons er gemakkelijk van afmaken door opnieuw Marokkanen binnen te halen en Turken, ja sorry dat, dat zal niet gaan, maar toch niet met de NVA. Uh, geef die tienduizenden vluchtelingen, Irakezen, Syriërs, Afghanen, geef die een kans en, en werf ze aan. Wat denkt u daarvan? Is die legale migratie in dus dit soort korte termijn? Denken er zijn andere dysfuncties in onze arbeidsmarkt die niet opgelost raken? Ja, nou ja, ik denk wat Frank heeft gezegd over, over die vluchtelingen en, en, en de rol van werkgevers. Nou, dan denk ik dat hij uh, daar een goed punt heeft. ik, en, en ik vind ook dat, uh, dat, laat ik zeggen, uh, we ook wel wat kritischer mogen kijken naar de rol van werkgevers. Die vaak natuurlijk op... Uh, uh, echt voor, voor, een, voor een heel uh, de voordeligste manier eigenlijk kiezen. En je ziet dat er ook allerlei misstanden zijn, ook met de migratie van Oost-Europeanen Oost in West-Europa. Waarbij werkgevers uh, ook gebruikmakend van lokale uh, mogelijkheden. Uh, deze mensen behoorlijk uitbuiten. Uh, dus ik denk dat het uh, uh, heel verstandig is dat, dat er veel kritischer wordt gekeken naar wat uitzendbureaus en werkgevers, hoe die daarmee omgaan. Dat om te beginnen, nou ja, wat Frank zegt over um, uh, de, vlucht, de recente vluchtelingen. Uh, dat het belangrijk is omdat om zij ook zo snel mogelijk aan het werk zijn. Ja, daar, daar, wie, kan daar, uh, wie kan daar tegen zijn? Uh, en ik denk dat waar hij pleit, laat ik zeggen, voor een meer Canadees systeem. Ja, eigenlijk heeft, hebben Europese lidstaten hebben dat al lang. Zo zit het systeem in elkaar. Mensen van buiten de EU. Uh, die komen hier alleen legaal binnen als, uh, uh, laat ik zeggen, hoger opgeleid zijn, als hier ook een baan, als duidelijk is dat hier een vraag dat er een werkgevers die hen een baan wil geven en de wat lagere uh, opgeleide, uh, ja, die migraties die zie je nu vooral binnen Europa plaatsvinden. Dus eigenlijk wat wat Franke bepleit is voor een deel wat er al gebeurt en ik denk dat wat hij zegt over die laat ik zeggen, het toegeleiden van vluchtelingen naar de arbeidsmarkt... ...ja, nogmaals, dat, uh, daar heeft u het ook helemaal gelijk in. Ja, maar als we scholden um, massaal of niet massaal naar hier halen... ...is het ook niet een vorm van cherrypicking? We, ja, de, de economie in de landen van waar die komen um, zal daar misschien onder lijden. Ja, nogmaals, ik denk dat, dat, dat hier zie je die migraties vooral uit Oost-Europese landen nu komen... Um, ja, dan gaat het om sectoren waarbij binnen het land echt bijna onmogelijk is om voldoende mensen voor te krijgen. Soms komt dat omdat de banen veel te onaantrekkelijk zijn. Voor, en daar kun je dus ook naar kijken. Je kunt ook met werkgevers gaan praten van... Ja, he, kijk eens naar de werktijden, kijk eens naar de beloning. En misschien is er dan wel meer binnenlands aanbod voor dat soort banen. Maar zelfs dan uh, zul je zien, uh, en weten we dat er in bepaalde sectoren, dat er gewoon echt een tekort is. Nou, uh, ik denk dat dat vooralsnog... Opgelost kan worden door mensen, door arbeidsmigranten uit Oost-Europa. En dat is geen cherrypicking. Kijk, dat zijn mensen voor wie dit natuurlijk ook een heel gunstige deal is, mits ze goed betaald worden. Dat gebeurt lang niet altijd en niet worden uitgebuit. Want ze kunnen hier natuurlijk veel meer verdienen en ook geld meer terugnemen voor hun gezinnen dan dat ze in Polen zouden blijven, waar de lonen heel erg laag is... en het aanbod aan arbeid vele malen geringer dan hier. Dus ik denk dat dat een win-win situatie zou moeten zijn binnen Europa. En daar is ook het hele systeem voor opgezet. En buiten Europa? Nou ja, dat ligt eraan. Als er, als, als er een moment komt hè, en, en, uh, waarin er ook binnen Europa te weinig arbeidsaanbod is, ja, dan, kun je, dan zul je uh, uh, moeten gaan nadenken over om mensen bijvoorbeeld uit Oekraïne of uit Rusland of misschien ook alweer uit Turkije. Uh, daar moet je dan in ieder geval over nadenken. Ik dat je het onmiddellijk moet gaan doen. Maar stel in de zorg, dus dat over tien jaar er binnen Europa echt te weinig mensen gevonden kunnen worden voor de zorg of voor een andere sector die echt belangrijk is, ja, dan kun je wel zeggen dat moeten we niet doen. Maar ja, goed, dan zijn de consequenties natuurlijk wel dat je daar een heel groot probleem hebt en nou ja, dat zul je dan toch op een andere manier moeten oplossen. Ja. We hebben nu al een paar keer gehad over die ja, omgekeerde beweging ook, maar laten we er misschien eventjes een aantal cijfers bijnemen. Um, op deze grafiek zien we dus uh, het totale aantal um, immigratie naar België. 2017 139.815. Ja. Sinds 1995 uh, een pak gestegen. Maar... Um, Daarbij moet ook een opmerking gemaakt worden: er is natuurlijk ook emigratie. Het absolute migratiesaldo valt een pak lager uit. Dus 139.000 immigranten, 81.000 mensen die weggaan uit ons land, komt neer op een ja, 58.000 uh, netto mensen die overblijven. Ja. Is er echt zo'n omgekeerde beweging ook uh, bezig? Nou ja, dit is, dit is een, 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 een beeld wat je ook voor Nederland ziet en voor veel andere, uh, andere landen. Heel vaak, als politici spreken over massa-immigratie, en dan vaak in een soort alarmistische, bedreigende zin, vergeten ze maar al te gauw dat uh, er ook heel veel mensen weer, ieder jaar weer het land uitgaan. En dat is eigenlijk ook die ademende beweging van migratie- en arbeidsmarkten. Ten tweede zijn dit voor een heel groot deel Europeanen. Zijn dat dus ook Belgen die naar het buitenland gaan, Nederlanders die naar het buitenland gaan. Uh, dus dit is, laat ik zeggen, eigenlijk een heel gezond beeld wat je ziet. Uh, dit, wordt pas een, laat ik zeggen, dit is pas een probleem als een heel, heel veel van de mensen die uiteindelijk blijven, bijvoorbeeld geen werk zouden hebben uh, of anderszins uh, tot, tot, uh, tot, tot hele grote problemen zouden, uh, aanleiding zouden geven. Maar dat is bij verreweg de meeste van, van deze migranten die in deze uh, grafiekjes zitten, uh, is dat niet het geval omdat het om intra-Europese arbeidsmigranten gaat. Ja. Dat hebben we inderdaad ook opgelijst. Als we kijken naar de top 6 nationaliteiten van immigranten, zijn het vooral Europeanen. 34% komt uit de oude EU-lidstaten, zoals Frankrijk, Nederland en Italië. 24% komt uit die nieuwe EU-lidstaten. Maar wat zit erin voor die landen die hun arbeid exporteren, zoals een Roemenië, een, een Italië of een Polen? En ook nou ja, serieus. wat er voor hen in zit, is dus dat ze in ieder geval deze mensen... als ze daar geen werk zouden hebben, niks, geen, geen uitkering hoeven te betalen... hoe laag die dan ook mogen zijn... Wat er verder voor hen in zit, is dat deze mensen hun skills die ze hebben uh, uh, zeggen, bij kunnen houden of misschien zelfs kunnen verbeteren door in West-Europa uh, te werken. En ten derde hebben ze er iets aan, omdat een deel van het geld wat deze mensen in West-Europa verdienen weer terug wordt gesluisd naar de, de landen waar ze vandaan komen. Dus dat heeft een positieve invloed op, uh, uh, op hun betalingsbalans. Nogmaals, er zit natuurlijk één addertje onder het gras waar ik het al over heb, uh, over heb gehad. Uh, dat is als een deel van deze migranten, en daar zijn veel voorbeelden van, denk ook aan vrachtwagenchauffeurs, maar dat wordt ook op Europees niveau wel. Uh, iets aan gedaan uh, uh, dat een deel van deze mensen hier heel erg worden uitgebuit. Uh, uh, ja, en, en dat komt tot, en dat is natuurlijk voor deze migranten natuurlijk, is dat uh, uh, uitermate onwenselijk. Uh, uh, maar dat is ook voor, de, voor hun familieleden die daar achterblijven, is dat natuurlijk ook niet goed. Uh, dus ik denk dat op zichzelf deze migraties heel gezond zijn voor Europa, maar dat er wel echt een slag gemaakt moet worden als het gaat om de controle van de arbeidsmarkt en dat er. Uh, en met name laten uitzendbureaus en werkgevers eigenlijk veel kritischer worden bekeken. En, kijk, een aantal doen het prima, maar er zijn ook iets te veel misstanden op dit moment. Ja. Een prangende vraag op dit moment in, in ons land is: um, kost migratie ons nu, of levert het eigenlijk geld op? Het is een vraag die voorlopig nog niet uh, beantwoord is. Er is een studie bij de Nationale Bank besteld, maar die is uitgesteld. Heeft u daar een antwoord op? Ja, dat zijn de hele, de hele lastige vragen. Omdat je dan, uh, kijk, dat moet je wel uitsplitsen. Want migratie is natuurlijk zo'n grote, uh, 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 laat ik zeggen, algemene containerterm. Over wie heb je het dan precies? En over welke termijn wil je kijken? Hè? Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar, laten we één voorbeeld, nee, de, de, de oude gastarbeiders, laat ik zeggen, uh, uit de jaren 50 en 60. Ja, die hebben natuurlijk in eerste instantie hebben die, uh, hebben die alleen maar geld in het laadje gebracht. Hè? Die hebben hier ontzettend hard gewerkt voor lage lonen hebben enorme bijdrage geleverd aan de economie eh, tot aan het einde van de jaren 70. Eh, toen veel van de bedrijven waar, voor ze waren geworven, ineens allemaal dichtgingen en zich eigenlijk verplaatsten naar, naar Azië. Op dat moment zijn heel veel van deze migranten in een uitkeringssituatie terechtgekomen. Ja, en vanaf dat moment kosten ze natuurlijk geld. Eh, die balans eh, zal voor... Eh, voor voor sommige van deze gastarbeiders positief nog steeds uitvallen, voor anderen zal die negatief uitvallen. Kijk je vervolgens naar wat hun kinderen doen, hè, dus die vaak hoger opgeleid zijn dan hun ouders, en waar een, uh, toch een, een aanzienlijk deel het ook heel erg juist goed doet op de uh, arbeidsmarkt, nou, dan gaat de rekensom er weer iets anders uitzien. Voor de intra-Europese migranten, hè, waar we het over hebben, nou, ik denk dat daar dat de, de, is de rekensom tamelijk positief. Ook bij Brexit was daar natuurlijk een hele discussie over. Hè. Dus de Europese migranten in Engeland. Alle studies die daarover zijn gedaan, blijkt, daaruit blijkt dat deze migranten eigenlijk alleen maar hebben bijgedragen aan het Engelse sociale stelsel en aan de Engelse economie. Ze hebben er veel meer betaald aan premies dan dat ze er aan diensten hebben, uh, weer hebben uitgenomen. Kijk je naar vluchtelingen, heb je weer een andere rekensom. Vluchtelingen kosten natuurlijk geld in, het eerste, in, in de eerste instantie. Want die moeten eerst de taal leren. Die moeten um, uh, klaar, nou, laat ik zeggen, de, de skills krijgen om hier op de arbeidsmarkt om een, om een baan te krijgen. Nou, soms duurt dat heel lang. Ook omdat we het landen zelf dat niet al te handig aanpakken. Maar goed, vluchtelingen is natuurlijk geen. Het vluchtelingenverdrag is natuurlijk geen business case. Hè. Bedoel, wij hebben een vluchtelingenverdrag ondertekend omdat we vinden dat we voor dit soort mensen in zo dergelijke situaties uit humanitaire redenen iets moeten doen. Uh, dus kortom, het hangt er heel erg sterk van af naar welke migranten je kijkt, in welk, op welk moment in de tijd. Maar ook wel hoe lang, laat ik zeggen, als je naar vluchtelingen nu kijkt, ja, die kost alleen maar geld. Punt. Maar goed, over tien jaar hebben, zullen veel van deze Syriërs... dat blijkt ook wel uit de jaren negentig toen er nog veel meer kwamen... die zullen dan werk hebben. Dus dan gaat die, die balans, laat ik zeggen, wordt weer gelijker. En als je dan ook weer naar hun kinderen kijkt... Ja, dan krijg je weer een andere uitkomst. Dus dat is helemaal geen eenvoudig antwoord op deze vraag te geven. Ja. U zei het al in het begin van het gesprek. Migratie is een belangrijk verkiezingsthema in België... ook al jarenlang in Nederland. Is... Rechts daardoor veel sterker geworden door dat thema te kunnen claimen en te kunnen ja, um, gebruiken. Zeker, dat, is, dat, is, dat staat buiten kijf, eigenlijk in alle West-Europese landen. En links staat dan natuurlijk ook veel zwakker, omdat uh, eigenlijk alle sociaaldemocratische partijen in de jaren negentig heel ver zijn meegegaan met het, het neoliberale. Denken, uh, waarbij uh, laat ik zeggen, ook de, de, de verzorgingstaat heel, heel erg is, is afgeslankt en ook de rechten van arbeiders sterk zijn verminderd. Dus uh, die hebben ook een veel minder goed antwoord eigenlijk op, uh, op, op, eigenlijk op de groeiende sociale ongelijkheid nu, bijvoorbeeld. Uh, ja, daar hebben ze eigenlijk in de afgelopen decennia helemaal niet zo'n goed rapport, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, dus in die zin uh, uh, heeft, links het, uh, uh, heeft links het moeilijk en rechts heeft het gemakkelijk, omdat ze, uh, laat ik zeggen, de mi bepaalde, bepaalde migranten, hè, laat ik zeggen, als een um, zonder zonde bok kunnen aanwijzen voor alles wat er nu misgaat. Wat natuurlijk onzin is, want de, er is een structurele situatie waarom een deel van de bevolking nu in een, een tamelijk precaire situatie uh, zitten. Het heeft alles met laat ik zeggen, de manier waarop wij onze welvaart verdelen... en de keuzes, de politieke keuzes die we daarin maken. Ja, en rechts heeft daar natuurlijk eigenlijk een heel slecht rapport... omdat rechts met name uh, uh, ervoor heeft gezorgd... dat die sociale ongelijkheid is toegenomen. Ja. Maar zij kunnen het framen als, een, uh, als het gevolg van immigratie... Wat, wat niet zo is. Dat is niet de kernoorzaak... Van laat ik zeggen, de precaire situatie, waarin veel autochtonen zich nu bevinden. Ja, de verkiezingsoverwinning van Thierry Baudet in Nederland. Is dat een voorbode voor ja, een nog grotere verkiezingsoverwinning in, van NVA in uh, Vlaanderen en in België. Nou, daarvoor verschillen de Nederland, landen, denk ik uh, iets. Ik ben geen politicoloog, maar ik denk dat de landen daarvoor iets te veel verschillen. Maar ik denk, wat mij wel opvalt in met name in Vlaanderen, is dat het, het taboe op. Uh, nou ja, islamofobie of op, op, op vreemdelingenhaat, op, uh, ja, dat lijkt toch nog, nog, nog wel meer verdampt te zijn dan, dan in Nederland al het geval is. Dus als ik zond, met name in sociale media, maar ook al politici in het openbaar dingen hoor zeggen uh, uh, over, over volledige groepen, hè, dus niet over een, een bepaald individu, of, of, maar gewoon de moslims, uh, de buitenlanders, de dit, de dat, met hele negatieve associaties. Ja, dat is een situatie... Die uh, ja, nog een graadje verder gaat dan, uh, dan in Nederland. Dus uh, ja, en dan is het aan de Belgische kiezer in hoeverre ze daarin mee willen gaan uh, of niet. Uh, het lijkt mij uiteindelijk, natuurlijk een, afgezien, laat ik zeggen dat, dat het een foutieve analyse is van het probleem. Uh, uh, denk ik dat, dat ze daar uiteindelijk niet veel mee opschieten. Ja. We moeten afronden, maar nog een laatste vraag. U schreef een boek over vijf eeuwen migratie. Hoe zou u uh, dit debat over migratie, hoe zou u dit uh, kaderen? Nou ja, in, het, in het boek Vijf Eeuwen Migratie, wat vorig jaar is uitgekomen... heb ik met mijn broer uh, Jan uh, Lucas hebben wij geconstateerd... dat gaat over Nederland, dat, dat eigenlijk periodes van integratieoptimisme... Steeds weer worden afgewisseld door periodes van integratiepessimisme, maar dat dat lang niet altijd gelijke tred houdt met wat er werkelijk gebeurt. Eigenlijk kijken naar Nederland gaat het helemaal niet zo slecht met migranten en hun kinderen, gaat het ook helemaal niet economisch helemaal niet zo slecht. Maar zitten we nog steeds wel in een hele negatieve sfeer van het praten over immigratie? Uh, dus dat heeft een soort nael-effect, terwijl eigenlijk de we zijn eigenlijk nog een beetje de vorige oorlog aan het, aan het uitvechten, als het ware. En dat is, de, dus we zitten nu, en dat geldt ook voor andere landen, nog steeds heel sterk in die negatieve spiraal. Terwijl als je gaat kijken naar wat er echt aan de hand is en hoe het gaat met migranten en hun kinderen, voor heel veel van deze mensen we eigenlijk veel optimistischer zouden moeten zijn. Ja. U bent bezig aan een boek over xenofobie en arbeidsmigratie. Wanneer komt het uit? Oh, dat durf ik nog niet te zeggen. <laughs> okay. Bedankt, meneer Lucas. succes met uw boek. Volgende Dank wel. boek, graag gedaan. Volgende keer is collega Stijn Wuits uw gastheer. Hij zal het over fiscaliteit hebben. Fijne dag nog.